Ik heb al zolang ik me kan herinneren een baard. En ik heb hem er wel eens per ongeluk afgeschoren, want dat is het ding met haar. Als je helemaal uitschiet, dan kan je het niet terugplakken. Dan moet je heel lang wachten voordat het weer is aangegroeid. En ik heb mezelf natuurlijk een keer geschoren zoals Sebastian Veron, oftewel een vrachtwagenchauffeur. En ja, dat ga ik ook nooit meer doen. Maar nu is het tijd om alles eraf te halen. En ik ga een maand lang mijn snor laten groeien. En dat doe ik voor het goede doel Movember. Movember zet zich in voor de mentale gezondheid van mannen. Ze helpt tegen zelfmoordpreventie. Ook doen ze heel veel onderzoek naar prostaatgriep en naar tilbalgriep. En de reden dat ik dat heb gebleurd met griep is omdat mensen het anders uit elkaar gaan knippen. En dan ja, sta ik helemaal over TikTok, want je weet hoe dat gebeurt. Rustig op het gras. Sorry. Toen ik een tijdje terug in mijn ballen was geschoten naar Milo, en godsgelukkig was daar waarschijnlijk niks ergs aan de hand, maar ik wel heel vaak naar het ziekenhuis moest om het te laten testen en daar ook werd gekeken naar die ziektes, ja, toen voelde ik toch wel een klein beetje stress. En ik kan me niet voorstellen hoe het is als je echt als man te horen krijgt dat je daar last van hebt. De regels zijn simpel, aan het begin gaat alles eraf. En gedurende de maand november mag ik alleen mijn snor groeien. Dus de rest moet ik elke keer scheren en zo staat er een mooie snor. Misschien wel een krulletje in kan zetten. En dan kunnen jullie, als jullie dat willen, ik zou het heel erg waarderen, geld doneren, maakt niet uit hoe weinig het is. Ik heb een eigen Movember pagina en jij kan dan, als je een heel klein beetje geld kan missen, maakt niet uit hoeveel, daar een bedrag op doneren. En dat gaat allemaal naar het goede doel. En in ruil daarvoor kunnen jullie zien hoe ik eruit zie zonder baard. En dat is niet best, denk ik. Ik heb twee grote angsten. Angst 1. Mijn huid heeft al heel lang het daglicht niet gezien. Ik weet niet wat eronder verstopt zit. Het zal waarschijnlijk best wel droog zijn en schilverig. En punt 2, doordat het bedekt is en de zon op mijn gezicht schijnt en ik een beetje bruin word, zal dit waarschijnlijk ook heel erg wit zijn. Dus heb ik straks een witte vlek hier. Tijd om het te scheren. Oh, hier. Oké, het is redelijk simpel, maar toch ben ik echt zenuwachtig. Heb je een voorkeur? Moet ik nog eerst iets doen? Moet ik eerst even kijken of het is om een hele strakke lijn te hebben? Of, Ja? Zo een hele strakke lijn zetten? Ik stel ze uit, proberen of als het weer teruggroeit. Ja. Oh, ik heb hier weinig zin in. Nou, dan gaan we. Nu kan ik echt niet meer terug, hè? Nu kan ik echt niet meer terug. Je kan wel zo'n lage lijn zetten. Zo'n lage, ja? Nou. Andere kant. Kijk, en hier was ik dus al bang voor. Dit vind ik nu keihard, dus nu laat ik het gewoon zo. Geen Movember. Je ziet nu al, dit is een stuk witter. Dit is echt heel veel witter. Hoe doe ik dit? Dat is ook goed, zo'n nekbaard. Ik wil zeggen, doe even tot daar. Even een nekbaardje. Zo goed. Een mes. Oké, hier is mijn huid wel echt heel droog. Kijk eens. Oeh ja. Met zo'n cavia die aan het verhalen. God, mijn cavia had vroeger schurft. Ja, nou, ik ook. Het zag ongeveer zo uit. We zijn er weer! We zijn er weer! Vraag als je vuur terug! Met de vlam in de pijp. Rijd door de brinnen. Ja, ik kan het wel goed hebben, wel. Misschien moet ik dit ook wel weer doen. Nou, misschien niet. Wat ik nu ga doen, is ik ga niet dit eraf halen en dan mijn snor laten staan en kijken hoe dat staat. Want dat is niet leuk, want dat is het eindresultaat. Dus ik doe nu eerst mijn snoerdoek weg. Ik ga geen Hitler snoer doen. Hallo, vrouwlijn. En ik ben van Leemhuis, toch? Van Samson en Gert. Ja! Leemhuis! Kijk Koen, dit is hoe een sikje eruit ziet, een goed sikje. Dit is zo lelijk. Je moet nu alleen zo'n streepje. Zo'n vies streepje. Gadverdamme. Oh, Jezus Christus. Ik heb gelijk even de grote. Ja, die is helemaal verstopt. Nou, wil jij mijn haar kopen? Laat een leuk bot achter in de comments. Dan bewaren we dit in een potje. A few moments later. Hey mensen, ik ben Roel. Ik ben 22 jaar. Ik doe psychologie aan de UvA. Ah, oh ja. Probleem 3 waar ik bang voor was. Ik heb dus echt een dikke onderkin als ik zo doe. Ja, weet je. Het is voor een goed doel. Godverdomme mensen. Nou, dit is het. Het is een beetje droog en een beetje scheurterig. Maar de eerste donaties zijn al binnen. Want ik had het op Instagram en Twitter gezet. Dus heel erg bedankt daarvoor, iedereen die dat nu al heeft gedaan. Nu is het tijd om de reacties van de bankzitters te bekijken. Jezus, holy shit, ouwe. Wat is dit lelijk? Dat is gewoon mijn hoofd. Wat heb jij een lelijk hoofd van een baard? Je lijkt echt 10. Holy shit. What the fuck? Heb je spijt? Nou nee, het is voor het doel, maar ik ga het nooit meer doen. En nu het snorretje alleen, hè? Ja, alleen het snorretje.
En laten we snel bier gaan zuipen, want dit is... Jezus, Roel! Holy shit! Heftig, hè? Ja! Maar ik heb ook een dikke kop. Ja, een dikke kop! Ja, gewoon een dikke kop. Maar als kop. Ik hem in... Nou, ja, dan niet, maar ik heb gewoon een dikke kop. Je hebt echt een dikke kop, ja? Ja. Oh, nee. Maar het went wel snel al. Ja? Alleen, ik ben er nog niet aan gewend. Oh, ben je jong? Hé, joh. Mondkapje op. Hoezo, dat is helemaal niet... Laat me voelen. Dit is gekke house. Dit is goed, hè? Dit is al goed, ja. Dit is echt Roelie 2015. Ja, zoiets, ja. Dikke onderkneping. En hoe lang duurt het ongeveer bij jou voordat het weer een beetje... Nou, in november blijft het nu allemaal kaal, behalve dit. Het snoertje... Houden, ja. Oh, ja. Je gaat het natuurlijk wel blijven bijhouden gewoon. Ja, maar het snoertje dat gaat groeien. Dan word je gewoon die Hitler gewoon. Ja, die heb ik dus geschoold om te kijken hoe dat was. Nou, dat kon ik wel hebben. Oh, yo, dit is gek, ouwens. Ja, leuk. Oh, joh. Ik ben gekocht. Hey. Tiek nou op met die kutcamera. Ik ben net 3 dagen brak. Nee, helemaal niet, jongen. Huh? Wat is zo, jij? Dat ik geen baard meer heb. Bro, je bent echt een stuk lelijker.